Hallo, ik ben Hugo, ik ben 13 jaar en ik doe mee aan de documentaire Een school voor vissen. Ik ben Margot, regisseur van de film School voor vissen. Kijk, ik kom van de basisschool naar de middelbare school. Dat is een heel groot verschil, dus ik moet al helemaal wennen. De nieuwe... Nou, je weet aan de nieuwe... Nou, ik moet gewoon helemaal wennen. De documentaire waar ik in speel gaat vooral over de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Maar er zitten ook een paar bijzaken bij, zoals dat ik op schoonspringen zit en dat ik heel veel van de kennis van de onderwaterwereld hou. Sommige vissen kunnen camoufleren, maar meestal is het gewoon de kleur van de omgeving. Die clownvis die heeft dan zeg maar bescherming van de anemoon, want die anemoon is giftig. Die clownsvis die heeft een bepaalde huid die zich tegen de anemoon beschermt. Ik zou het leuk vinden als je naar deze film gaat kijken, omdat ik denk dat het heel herkenbaar is voor alle kinderen. Want of je nou de stap gaat maken van de basisschool naar de middelbare school, of iets anders spannends gaat doen met allemaal nieuwe kinderen die je niet kent, dan zul je je vast en zeker herkennen in de gedachten en gevoelens van Hugo. Ik heb meegedaan voor de lol voor deze film. En ik vind het superleuk als jullie ook naar mijn film gaan kijken.